Welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Update. We kijken naar de resultaten van de internetveiling van Volterra, de Global Dairy Trade. Nou, gemiddeld boekt deze een plus van 10,9%. En daarmee kun je wel stellen, het herstel op de zuivelmarkt heeft zich ingezet. Zoomen we in op de resultaten, dan is BNP erg interessant. Karnemelkpoeder, het is een wat kleiner product. Maar die plus met 30%, dat is een derde van de prijs. Volle melkpoeder, een belangrijke trendset op de wereldmarkt, die plus met 12,1%. En stijgt daarmee naar een €1.850 per ton en ligt daarmee iets onder de Nederlandse notering. Magere melkpoeder, ook erg interessant, vooral omdat Europa hier ook weer veel in handelt. Plus met 11,7% en ook de AMF zet zo'n stijging neer. Maar magere melkpoeder weet daarmee de verliezen van de laatste maanden niet goed te maken en blijft staan op het niveau van begin augustus. Dus al met al kun je zeggen, het herstel heeft zich ingezet, er worden mooie resultaten geboekt, maar daarmee zijn de verliezen van de laatste maanden nog niet goed gemaakt.